Hi, mijn naam is Tamara Hagemeek en ik heb een vraagje. Kunnen we de Bijbelse God op zijn woord geloven? Nee, hij is onbetrouwbaar. Want hij gebruikte zijn lieftallige assistente Maria, de stroomman Jezus, 12 gedisciplineerde schrijvers en de klikspijn Judas, allemaal om zijn vuile werk op te knappen. Het fantastische tovertrucje dat hij uitvoerde door van wat klei een adempoppetje te maken, kon hij helaas niet herhalen op zijn zoon. Hij kon zijn zoon niet eens redden. Ik denk dat zijn volgers hetzelfde lot wachten. Als de Bijbelse God werkelijk betrouwbaar was, dan zou hij geen reclame hoeven te maken door zijn slogan God zij met ons op de zijkant van iedere Nederlandse euro te zetten. Tot het volgende vraagje. Doei doei!